Dit is de derde editie van Letteren Live. In deze aflevering van Letteren Live spreken we met Marente de Moor over haar roman Phone, met Babs Gons over haar bloemlezing van Spoken Word in Nederland. Rita Sipora zingt Lieve Vreemdeling. En Jasper Albinus draagt voor naar aanleiding van zijn jaar bij het Slow Writing Lab. En we beginnen het gesprek met Marente de Moor. Geef haar hier in Spui 25 een warm applaus. Marente. Fijn dat je er bent. En we hadden al gezegd, we kijken een beetje terug, want jouw boek is natuurlijk Phone, daar gaan we het over hebben, is al een jaar geleden verschenen. Is al zelfs vorig jaar door de Volkskrantlezers gekozen tot het beste boek van het jaar. 2018 was dat nog. Inmiddels de Bordewijkprijs gewonnen, net niet die Boekspotprijs, maar wel de Jan Wolkersprijs voor een boek wat eigenlijk de meeste waarde misschien wel toedicht aan de natuur. En Phone, een boek over een echtpaar, een zooloog, ergens op de grens van het Rusland van de voormalige Sovjet-Unie. Die mensen leven afgelegen in een eigen wereld, wat afgebrokkeld is. Ze hadden een soort plek waar ze beren koesterden. Berenopvang, hè, zou je kunnen zeggen. Maar het allerbelangrijkste in het boek is de hoofdpersoon, een vrouw van, ik schat zo rond de 50, Nadja, die haar eigen geschiedenis vooral creëert en aan een imaginaire machinist voortdurend vertelt hoe haar leven is en terugkijkt op een dag die dramatisch is verlopen. Nou, u begrijpt, het is een boek met heel veel lagen en verhaallijnen. Dus ik probeer het kort samen te vatten. Dat ging niet helemaal vlekkeloos, ik zou zeggen. Daar moet ik ook wel wat lachen, omdat ik iedereen loopt vast. Dat gaat niet. Ja, en uiteindelijk is dat misschien wel waar jouw vooral Phone over gaat. Hè? Want in dit boek gaat het juist heel erg over dat we eigenlijk geen controle of macht moeten hebben over betekenis, maar misschien wel het wat los moeten laten. Klopt dat, als ik dat zeg? Ja, dat klopt. Het is een eerbetoon aan het raadsel. Het is een eerbetoon aan het vloeibare verhaal in plaats van de vastliggende versie. En we hebben natuurlijk 10.000 jaren hebben we ons begeven in het midden van verhalen die maar doorbleven leven. En naarmate ze vaker werden doorverteld. En tegenwoordig zit je natuurlijk heel duidelijk vast aan één versie, de juiste. Ja, die we meestal via Google in 5 seconden tot ons krijgen. De Wikipedia, het naslagleven wat we nu hebben. Ze hebben natuurlijk wel een leven waar internet nogal hapert en de mobiele telefoon het meestal niet doet, bewust natuurlijk. Ja. Want jij hebt ze heel erg geïsoleerd en afgescheiden van zeg maar de cultuur in een natuurlijke omgeving, hè? Ja, nu is dat in die streek ook wel zo, hoor. Het is niet alleen maar een ingreep zoals je die wel eens ziet in horrorfilms tegenwoordig, want als je dan een mobiele telefoon hebt, is het niet eng meer. Maar het is wel degelijk zo dat de GSM daar geen goed bereik heeft in die streek. Maar ik begrijp de verwarring, omdat je natuurlijk in het boek voornamelijk in het hoofd zit van een hoofdpersoon die heel veel reminisceert, die heel veel terugdenkt aan tijden. Ja. Zij hoort tot een generatie die het verhaal kwijt zijn geraakt. Het vastliggende verhaal van de Sovjet-Unie. En dat vacuüm van de jaren 90, van de chaos van die tijd. Dat ging natuurlijk om een volk dat zijn versie kwijt was en op zoek ging in die chaos. Wat een hele interessante tijd was. Jij was er toen, hè? Jij bent als een jonge vrouw toen je 20 was die kant op gegaan en heb daar uiteindelijk 10 jaar gewoond, hè? Ja, in de jaren 90. En het was een hele interessante tijd, juist omdat er niks vast lag en juist omdat er nog veel nieuwsgierigheid was. En nieuwsgierigheid is altijd heel goed, want dan ga je dus elkaars verhaal onderzoeken. En dat is eigenlijk een tijd waar ik natuurlijk naar terugverlang. Vandaar dat ik mijn hoofdpersoon daarnaar laat terugverlangen. Want dat is wat je doet als schrijver. Je schrijft altijd het boek dat je zelf hebt willen lezen. Dus dat was een hele andere tijd waarin vervolgens in 2001 ongeveer met Poetin het land terecht kwam. Namelijk van dit is de versie, dit is de waarheid waar we achteraan gaan. Een nieuwe staatsdictatuur eigenlijk, of een nieuwe propagandamachine. Ja, maar ik denk dat dat niet alleen maar beperkt wordt tot Rusland. We zitten helemaal in het tijdperk der stelligheden, waarin eigenlijk mensen heel weinig nog aftasten wat elkaars opvattingen of verhalen of achtergrond is. En waarin al heel duidelijk wordt gezegd van dit is
Zoals het zit, de vork in de steel. Maar je hebt bijvoorbeeld wel de vrouw in het boek en haar man, ze hebben kinderen. Die zijn van een andere generatie, die zijn opgegroeid in het nieuwe Rusland. Ja. Maar je laat de zoon, die maakt zijn verhalen met een soort complottheorieën op een gegeven moment. Absoluut, ja. Dus die gaat aan de wandel met wat voor die vrouw echt waarheid is. Ja. Ja, ik denk dat complottheorieën zijn eigenlijk de sprookjes van nu vaak. Hè. Het is, hij heeft heel duidelijk uitgekozen. Nou, bijvoorbeeld over de MH17 heeft hij een hele duidelijke mening hoe dat gegaan is. Ja. Maar dat is zo wonderlijk. Die versie die hij heeft is zo wonderlijk. Dat is werkelijk. Nu hoorde ik destijds ook wel op de Russische televisie die zeer wonderlijke verhalen. Uiteindelijk zijn ze allemaal bezig met een eigen versie of een eigen... ze dromen op een of andere manier het verleden. Hè, je hebt altijd tegenwoordig over dat je een droom hebt voor de toekomst. Maar deze mensen die dromen het verleden. Ik denk dat we dat allemaal graag doen. Dat je op een of andere manier een versie maakt van hoe de dingen gebeurd zijn waar je vrede mee kunt hebben. En er is een bekend Russisch spreekwoord dat luidt: waarom zouden we in dit land ons nog zorgen maken om de toekomst? Want morgen weet je niet eens wat voor verleden we hadden. En dat blijkt ook maar, want ja. Er is geen land waar zo resoluut de geschiedenis telken malen werd herschreven als in Rusland natuurlijk. Dat is heel vaak gebeurd daar. Dus eigenlijk heb jij ook geluk gehad in die periode dat je er was, want toen was er dat vacuüm, zeg maar. En op het moment dat Poetin aan de macht kwam, ben je weggegaan. Er zal waarschijnlijk misschien zelfs een kausaal verband zijn. Juist, want toen was eigenlijk... Ja, die honger naar verhalen en het onderzoeken van waar je vandaan komt en wie je bent, verdwenen. Omdat er nou eenmaal weer een leider was die zei, dit is het verhaal en dan lopen we met z'n allen achteraan. Ja. Maar is dat Rusland, het zit natuurlijk heel erg in je verhalen, het zit in Foon natuurlijk heel nadrukkelijk. Je hebt dat niet meer los kunnen laten. Is dat echt een onderdeel geworden van wie je bent? Omdat het natuurlijk ook de jaren waren, je was een jaar of 20 geleden toen je ging. Dat zijn de jaren waarin je voor een deel natuurlijk nog jezelf vormt. Dus dat is... een deel van je eigen wezen geworden. En ben je daar gelukkig over? Of zeg je, ik heb er ook wel eens last van? Het was toen een hele gelukkige tijd. Ik denk dat het voor iemand op die leeftijd niets beter is dan je te bevinden in een land waar van totale willekeur en chaos. Overigens ook hele gruwelijke hoor, chaos. Ik bedoel, ik leefde op een roebelsalaris, maar ik had altijd nog het vangnet dat ik terugkom. Maar het was een hele crue tijd in feite. En voor veel mensen... Ik kwam uit een Nederland waar dat heel ambitieus was, waar je heel ambitieus diende te zijn. Hè, met de prestatiebeurzen en dergelijke. En het was heel prettig om op die leeftijd naar een land te gaan waarvan niemand nog wist wat het plan was. Waardoor je lekker kon freewheelen. Ja. En een ambitie was snel verwezenlijk, namelijk het voor elkaar krijgen van een goed gebraden kip 's avonds op tafel. Ja. En dat was heel geriefelijk en gezellig. Maar ook dat spelen, het was ook een hele speelse tijd. En krankzinnigheid. Ik heb denk ik ook nog nooit zoveel gelachen. De absurditeit van het leven. Dat was zeker heel rijk. Ik denk dat ik daar ook altijd wel naar terug verlang. Alleen, we zitten nu inderdaad in een tijd van stelligheid. Juist door natuurlijk dat binaire leven wat we hebben. Het is nul of het is één. Hè? Het is niet iets ertussen. Nou, in de jaren 90 in Rusland was alles ergens tussen. Ja. Dat was een totale vage toestand. Ja, het was zoeken naar iets nieuws. En tegelijk ook met die geschiedenis in de Rijnen komen. Jouw hoofdpersonen wonen in een verlaten dorp. Ze zijn officieel is het inwonertal staat op nul. Je schetst ook een beeld. Je zegt, het was ook een harde tijd. Want er was wel degelijk, waren natuurlijk dorpelingen die waren weggegaan. En hebben toen de boel nog leeggeroofd. Tot aan de kippen uit de hokken gehaald. En de eieren. En het hele laboratorium dat ze hadden was leeggerukt. Dus heb jij zelf ook die hardheid toen meegemaakt of gezien? Van mensen die... vechten voor een nieuw bestaan en zeggen, kan mij niet schelen. Alles. Dat was de hele teneur van die tijd. Ja, zelf, ik werkte toen voor de Russische televisie voor een misdaadprogramma. Je had heel veel werk waarschijnlijk. We hadden heel veel werk. Het was ook een heel fout programma, want we werkten samen met de politie. Dus wat deed jij voor het misdaadprogramma? Ik was verslaggever. Verslaggever. Dus dan werkte je samen met de politie en kreeg je gewoon een inval. En de mensen die kwamen gewoon op film. De verdachte, zonder enige vorm. Geen balkje. Wij hadden wel een balkje. Ja.
Ja, dat was toch iets veiliger. Het was de studio was beveiligd met een paar rijen mannen met mitrailleurs. Dat was we hadden ook maar 10 minuten per dag. En er werd er in razend tempo gingen al die gewapende overvallen, moorden, weet ik veel. Ook nog gruwelijker dingen dan dat. Afrekeningen, weet ik wat. Ja. Dat moest er allemaal heel snel doorheen. Dan hadden we 2 minuten per item. Na een jaar was ik redelijk afgestompt. Ik heb het materiaal nog geprobeerd aan te bieden bij de VPRO. En die zeiden, dit kunnen wij niet uitzenden. Ja. Dat was zo grafisch. Ja, het was... Nee. Maar iets heel anders. Ja. Jij bent ook toen op zo'n berenopvang geweest. Ja, toch? Iets later. Oh, dat was later. Of zo ben ik inderdaad, ja. 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 En is daar jouw is daar... Het zaadje voor Foon geplant? Ja, een van de... Je hebt met een roman altijd enkele aanleidingen, kleine melodietjes die je op een gegeven moment samenvat. En dan heb je... Ja, het is een beetje pathetisch wat ik nu ga zeggen. Maar dan heb je de symfonie, zeg maar. Mag misschien gewoon. Ook een beetje een pathetische vraag. Het is ook een pathetisch boek. Wel, hele werk is mooi pathetisch. Boek. Laten we dat even voorop stellen. Het is echt... Dankjewel. Vakmanschap druipt er vanaf, ja. Nee, het was in dit geval was een uitspraak van de zooloog, die veel ouder was dan de zooloog in mijn boek. En het was dus een kamp voor weesbeertjes. Die moesten we de fles geven, wat heel schattig lijkt. Maar beertjes zijn wel ongeveer het formaat van zo'n baby van 1 maand of 8, maar niet zo zacht. En al snel heel sterk. Ja, die hadden al klauwen en slachthandjes als je dat flesje weghield. Maar het grappige was eigenlijk de culture clash die naar voren kwam in één zin, in één uitspraak. Deze vrouw woonde dus in the middle of nowhere met de elementen. Die wist heel goed hoe je moest voorbereiden op een winter die erg lang duurde met eten en met wekken en weet ik wat ze allemaal deed. En zij kookte voor ons. Er waren 3 vrijwilligers, waarvan 2 uit Zwitserland. En één van hen was veganiste. Dat is echt meest handig. Ja, totaal niet praktisch dan, in de Russische winter, waar je blij moet zijn dat je iets van vet binnenkrijgt. Dat het eigenlijk over overleven gaat. En dan wordt het veganisme misschien iets luxe ook, denk ik. Hè? Nou, je zag dus inderdaad dat die Russin, die precies weet hoe ze de natuur moet aanwennen en dat op een hele goede manier doet. En iemand die dat natuurlijke leven in de boeken heeft gevonden. En die Rustin zei op een gegeven moment tegen die in wanhoop, omdat ze, dat meisje niks kon eten wat ze bereidde. Zei ze, ja, maar wij worden ook gegeten door dieren. Ja, door vele dieren, door grote en kleine. Vooral als we dood zijn. En ik vond dat zo'n schattige uitspraak. Ja. Ik dacht, die ga ik een keer gebruiken. Ja. En, maar had zij dan ook, want in Foon komt ook een Nederlandse naar de opvang. Ja, mm-hmm. Ook een veganist. Ja, werkt bij tv. Ja. Is ze ook veganist? Ja, dat wordt op een gegeven moment gezegd, zeker, ja. Ik vergeet mijn personages altijd zodra ik het boek heb. Ze is toch veganist, ja, wat heb ik toch, ik heb zelf maar ten tijde van het opzetten van dat hele berenopvanggedoe, gaan ze het ook heel erg inrichten op hoe Europeanen Rusland graag zien. Mm-hmm. Dus ze romantiseren de boel daar een beetje. Eigenlijk is dat ook weer dat tevoorschijn toveren van het verhaal, van het sprookje dat men wil. Ze kregen in feite dat Russische sprookje op bestelling. En ik heb ook altijd wel gemerkt dat Russen dat over het algemeen heel goed kunnen. In mijn debuutroman, die ook over Russische immigranten in Amsterdam gaat, zie je dat ook. En dan krijg je altijd vroeg of laat dat verhaal over die Russische ziel. Daar houden Westelingen heel erg van. Dat gaat erin als koek. Dat gaat erin als koek. En terwijl je hebt dan ook een Luxemburgse ziel, vind ik. Toch? Of... Een Friese ziel. Een Friese, zeker Fries, maar toch ook zelfs dat, Luxemburgs. Ja, dat zie je, dat Russen hebben het nooit over de Russische ziel onderling. Nee. Maar er hoeft maar 1 Westeling in de kamer te komen en ze gaan uit Pushkin citeren en het over die Russische ziel hebben. Dat is dus gewoon waarvan ze weten, dit is het verhaal dat we moeten opdissen om op een of andere manier ontzag of iets anders... En is dat ook wat je. Heb je daar ook die phone voor geschreven om zeg maar daarmee te spelen? Want de hoofdpersoon heeft dat door, hè? Want die tv-ploeg eigenlijk die er is, die probeert haar natuurlijk een beetje in die hoek van de moeken die achter een pannetje staat. En een beetje van. En zij, haar Engels is net niet goed genoeg om dat te corrigeren. Maar zij denkt, nou dan moet die rol maar spelen. Ja. Maar die clichés, dat is dat iets waar je ook mee wilde afrekenen? Omdat je er lang hebt gewoond, weet
natuurlijk dat in veel media en dat beeld in het Westen, dat natuurlijk steunt op clichés. Ja. Heb je dat in je boek ook een beetje mee willen afrekenen? Ja, zeker. Ja, dit hele boek zitten allerlei wraakoefeningen in. Ook met lezers in het publiek die nooit mijn werk begrepen, omdat ze vinden dat een boek op te lossen moet zijn als een rebuspuzzel. Ja, daar heb je aan mij een hele slechte. Ja, daar ben je een fel tegenstander van. Hè? Ja. Het hele boek is een ode eigenlijk aan verbeeldingskrachten en aan het verhaal raadsels. Dat niet stopt bij de plot. Nee, zeker niet. Ja. Zo zit de vork in de steel. Nee, het is uiteindelijk een wanhopige zoektocht naar het juiste sprookje en dat vindt zij niet. Maar inderdaad, het gevecht met de cliché is iets wat je als schrijver probeert bij elke zin te leveren natuurlijk. Dus ook wanneer je ziet dat het zo makkelijk wordt aangeleverd, zoals in het geval van Rusland, het Russische cliché en zo makkelijk wordt uitgevent, is dat wel iets wat je wil onderstrepen, ja. En was het voor jou, want jij zegt die clichés, maar je bent zelf natuurlijk ook journalist, hebt zo gewerkt. Het zijn twee werelden die botsen, want in de journalistiek wat over snel gaat, moet je vaak toch ook op die clichés steunen om dingen snel duidelijk te maken. En dat heb je daar last van nog, van die journalistieke achtergrond, als jij als schrijfster jaren aan zo'n boek zit te werken? Of helpt het je omdat je bijvoorbeeld zorgt dat alles heel erg precies klopt? Ik weet niet of dat zo is. Ik kan het niet natrekken. Ik denk dat ik had er in het begin heel veel last van. En daarom heb ik eigenlijk altijd voor mijn romans, oftewel een veilige context in de geschiedenis gezocht. Ik kan toch niemand meer zich tegenaan bemoeien, dat is fijn. Ofwel een boek zoals dit, of mijn vorige roman Roundhay, dat heel duidelijk ook gaat om welke versie waar is, is niet duidelijk. Het is heel erg vervelend wanneer de werkelijkheid er doorheen komt fietsen of de feiten zich er tegenaan beginnen te bemoeien. Dat is heel storend bij het maken van werk. Dus ja, nee, dat is zeker wel een bewuste ingreep. Of ik zorg dat het ergens afgelegen is. Ik heb één keer meegemaakt dat ik een personage tamelijk letterlijk heb beschreven naar de werkelijkheid, omdat ik dacht dat hij dood was. En toen kwam ik hem toch in een zijstraatje van de Leidstraat tegen. Toen het boek al in de winkel lag. Dat is heel eng als je dan een feestje personage tegenkomt. Wist hij het? Nee, want die kon dat ook niet lezen. Niet traceerbaar. Ik ben natuurlijk snel een ander steegje ingevlucht. Maar het was inderdaad een vreselijke ervaring. Dat je iets wat je totaal denkt, dat je hebt kunnen toe-eigenen. Dat is wat je wilt doen. Maar tegelijkertijd in Phone verliest de man des huizes is dementerend. En het feit dat hij echt alle grip op de werkelijkheid verliest, is juist iets vrij beangstigends. Voor hem wel, ja. Voor hem. Ik vind dat een van de meer duistere. Het is een vrij duister boek. Mm-hmm. Maar ik vind dat een heel duister lijntje eigenlijk. Dat hij verdwijnt ook op een gegeven moment. Ja. Hoewel je tegen die tijd niet eens meer zeker weet of dat wel zo is. Ja. Ja, je hebt natuurlijk te maken met een hoofdpersoon die graag fabuleert. Precies. Dus je weet uiteindelijk niet goed of hij nou degene is die dat het is verliest. Dat is de grote vraag aan het einde eigenlijk. Ja. Wel is het zo dat die grote geluiden die boven hen hangen. Ja, dat is de phone, hè? Daar heb ik niet eens over gehad. Nee, de phone is een groot geluid. Ja, of de achtergrondruis van het leven dat zich overal tegenaan. En dat maar blijft doorstromen, net zoals een trein op de achtergrond. Ja, wat zij, er ook zij gebeurt. Horen dat zo nu en dan. Ja. Zij horen dat. En de rest van de wereld niet, lijkt het in elk geval. Althans. Nou, er is bijna geen rest van de wereld, behalve in de herinneringen. Maar, en een raaf. Ja. Ja, een raaf van 100 jaar. Ja, wat natuurlijk ook niet kan. Nee. Echter, ik heb thuis een zoologische encyclopedie uit 1900, waarin staat dat dat wel kan. Dat was nog de tijd waarin wetenschap en sprookjes met elkaar verweven waren. Want niemand kon het verifiëren. Nee. Dat is echt een hele fijne boek om te lezen. Maar ja, dat is zo jammer nu. Dat is weer helemaal weg, de literatuur uit de wetenschap. Dat is echt heel treurig. Maar daarom die lef, die mannelijke hoofdpersoon, die wordt heel bang van die onverklaarbaarheid van de dingen. Want hij is een typische wetenschapper die alles wil verklaren. Terwijl zij comfort of troost vindt in de dingen die ze niet begrijpt, omdat er nog iets is wat nog niet ontraadseld is. Dus dat is dat er nog een mysterie is, zoals uiteindelijk komt ze uit bij een godsbeeld van een mammoet, een hele lieve, grote, knuffelbare mammoet, eigenlijk een godsdier dat wij hebben uitgeroeid. En dat ze daar haar troost bij vindt, bij de dingen die nog niet vastliggen.
wat dan weer verklaarbaar is gezien haar verleden. Maar hoe dat zit, ga ik natuurlijk Want voor de mensen die het boek nog willen lezen, zeker gaan doen. Ja. We hebben het over die Jan Wolkersprijs. De prijs is altijd eervol natuurlijk, maar vond je het leuk? En kan je iets zeggen over die rol van... Is dat iets wat jij bewust doet van die natuurbeschrijven? Is natuurlijk in dit boek vooral heel dominant aanwezig. Mensen zitten in een afgelegen gebied, gaat heel erg over dieren. Dieren eigenlijk die bijna gelijkwaardig zijn aan mensen. In die zin van dat je ze als een soort personages opvoert. Dus... Wat betekent dat voor jou? Die clash tussen cultuur en natuur, wat ook een van de, u begrijpt het inmiddels wel, vele thema's van het boek is. Ja. Nu ja, ik heb hiermee weer een zintuigelijk boek proberen te schrijven. Ja. Nu is het gehoor. In andere boeken was het de geur en de smaak en natuurlijk het visuele heel duidelijk in Roundhay. En als je bij die zintuigen terechtkomt, kom je automatisch bij ons... Ja, niet rationele, maar ons limbische systeem uit. Hè. Het dierenbrein noem ik dat altijd. Er zitten in heel veel boeken zitten veel dieren. Want er zijn hele dankbare personages. Je kunt ze opvoeren en je kan ze weer laten verdwijnen. Ja. Niemand die erover valt. ze zijn ook heel constant. Een raaf uit 1900 is dezelfde als een raaf in 2015. Ze zijn hier in de meerderheid eigenlijk. Ze zijn zwaarwegender. Ze observeren de hoofdpersonen in plaats van andersom. Ja. Ik vond het een hele leuke prijs om te krijgen. Ten eerste omdat Jan Wolkers ook een soort literaire vaderfiguur voor mij. Hij leek ook heel erg op mijn vader. En de manier waarop hij zich uitdrukte. En als kind las ik, veel te jong las ik zijn werk eigenlijk. Bij wijze van seksuele opvoeding. En dus ik vond het erg leuk en heel eervol. En ik bedoel, ik heb eigenlijk nog één oude, dan wel overleden mannelijke schrijver nodig. En ik heb een kwartet, want ik heb ook de Bordewijkprijs. Ik heb Biesheuvelprijs, heb ik ook nog. Anyone, de Vestijkprijs kan niet meer. Maar zonder gekheid, ik vind dat hele heel erg fijne prijzen natuurlijk. Het is een soort niche. Klinkt ook veel beter dan een boekspot. Ik bedoel, dat klinkt toch voor geen meter. Maar goed dat ik die naam. Klinkt heel raar, de boekspotprijs. Het was natuurlijk de ECI-prijs. Aandoening. En wat voor. Ja, ik vind het ook. Je krijgt een beetje meteen toch een beetje krabbelen. Marente, we willen je heel erg bedanken. En gefeliciteerd met de prijs. En ik hoop dat je inmiddels alweer. Je bent alweer een jaar na de uitkomen van het boek. Dus je zult langzaam maar zeker weer aan het schrijven zijn. Dat is altijd een ijzeren regel om daar niet te veel over te vragen. Dus dat doen we niet. Maar we kunnen ons niet genoeg verheugen alweer op het volgende boek. Veel dank voor je komst. Tot de volgende keer. Jasper Albinus was een van de deelnemers van het Slow Writing Lab. Dat is een eenjarige masteropleiding waarin diverse schrijvers, jonge schrijvers, onderzoek doen naar een bepaald thema, daarover schrijven, masterclasses krijgen van vakgenoten. Jasper Albinus deed onderzoek naar zijn familiegeschiedenis die deels in voormalig Nederlands-Indië ligt en gaat daar nu iets over voordragen. Jasper Albinus. Het is donderdag 10:00 ochtends. Het Nederlands Letterenfonds mailt mij met de vraag om op 12 december iets te vertellen over mijn onderzoek. Ik reageer enthousiast, want als spoken word artiest is het toch nog niet elke dag dat je op zo'n literair podium mag staan. Dus probeer ik iets te schrijven. Blader door mijn gedichten, zoek synoniemen voor het woord familiegeschiedenis. Kronkel en draai rondjes, kan het woord bijna niet meer horen. Ik bel mijn moeder op. Ze zegt dat mijn vader in de schuur buiten pastijtjes staat te frituren. Ik glimlach, maar eigenlijk wil ik haar vertellen dat ik bang ben. Ik ben in de archieven gedoken, heb familieverhalen opgerakeld, hoor mijn Javaanse dansdocent zeggen... Ontspan nou eens je schouders. Buig je hoofd niet te veel naar voren. Leer onze trots uit te dragen. Durf het beestje bij de naam te noemen. Maar ik denk alleen aan de weerstand van mogelijke familieleden. Niet willen spreken voor en namens, nooit genoeg te kunnen weten, niet te diep in het glaasje durven kijken. Ik besluit een nieuwe film, Ze noemen me Babu, te kijken, van Sandra Berends. Een kijkje in voormalig Nederlands-Indië, waar Indonesische vrouwen als kinderoppas of bediende moesten werken. En ik schiet terug naar het verleden. Ik bedenk me dat mijn oma wellicht ook Babus moet hebben gekend,
Haar vader, een Molukse knielmilitair met een hoge rang. En haar moeder? Haar moeder. Als ik aan mijn vader vraag wie de moeder van mijn oma moet zijn geweest, dan antwoordt hij dat hij enkel weet dat ze op jonge leeftijd is vertrokken en onder een boom is gestorven. Ik bedenk me dat dit de waarheid is waarmee ik moet leven. Gefragmenteerde verhalen die geen begin of einde kennen, maar zich tussen de happen appelmoes en keurig aangeharkte tuintjes voortbewegen. Kronkelen in de achterhoofden van familieleden. Soms gaat er bij mijn vader een luikje open. Soms hurk ik door mijn knieën met mijn voeten plat op de grond, zonder dat ik dat doorheb. Weet je nog? Weet je nog die tijd dat pa altijd stoere praatjes had over het eten van slangenvlees? Weet je wel dat je vader werd geboren in de tijd dat opa en oma nog in het Indische pension verbleven? Weet je nog dat wij elkaar voor 5 volle jaren niet meer spraken? Weet je nog die tijd dat we allemaal op treinkapers leken? Ik blader door mijn gedichten op zoek naar een genealogische lijn. Een vertrekpunt, een thuis. Tussen de regels tref ik een 9-jarig jongetje aan. Hij strekt zijn kleine, dunne armen naar een moederfiguur met blonde lokken en een zacht roze huid. Maar ik ben toch, hoe ver hij ook zijn armen strekt, hij zal nooit volledig in haar kleurenpalet verdwijnen. Ik besef mij dat ik ook de taal ken van de zwijgzame en gekrenkte. Er soms iets in mij schreeuwt als ik mijn familie beschrijf aan een vreemde, mij thuis voel tussen al die verschillende kleurschakeringen. Ik besef mij, ik ben op zoek naar de vrijheid om te schrijven, om te mogen schrijven. De geschiedenis een stem te geven. Soms neemt ze de gedaante aan van een trotse, inheemse vrouw. Soms neemt ze de gedaante aan van een schaamtevolle militair. Soms wordt ze herhaald in de manier waarop we vandaag over de ander spreken. Noem het een reis, een onderzoek, het aan elkaar lijmen van een uit elkaar gevallen familiegeschiedenis. Ik besef mij dat ik de luxe heb om te kunnen schrijven. Om de literaire wereld en daarbuiten in te kleuren met meerstemmige geluiden. Om nooit te vergeten waar ik vandaan kom. Namelijk uit de spoken word scene. Waar mensen al eerder omkeken naar mij en mijn geschiedenis, voordat ik überhaupt zelf durfde te kijken. Bel mijn vader op. Vertel hem over de nieuwe film die ik heb gekeken. Vertel hem over mijn Javaanse dansles, nieuwe gedichten. Over dat ik er ben achtergekomen hoe zijn oma heette. Hij glimlacht en zegt: ontspan nou eens je schouders. Buig je hoofd niet te veel naar voren. Leer je woordkunst met trots uit te dragen. En ik? Ik sta naar buiten. Naar de bomen die zachtjes meefluisteren. Dank jullie wel. We hoorden net Jasper Albinus, die het had over zijn achtergrond als spoken word artiest. Hij is spoken word artiest. Wie hier nu aan tafel zit is Bab Gons. In Nederland een beetje zo'n beetje de oermoeder van de spoken word scene inmiddels. Ze heeft een prachtige bloemlezing samengesteld afgelopen jaar met daarin 18 spoken word artiesten hun teksten. Dus eigenlijk op papier wat normaal voorgedragen wordt. Welkom Babs. Dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, nu is het zo dat niet iedereen bekend is, merk ik, met wat spoken word is. Dus zou jij dat aan ons kunnen uitleggen? Het kan niet meer. Het kan, niet, het kan echt niet meer. Niet meer. Dus, kan, ja. Maar, na al die jaren dat missiewerk. Ja, maar goed, hè, er zijn natuurlijk ook mensen die zich met hele andere dingen bezighouden en dat gemist hebben. Ja, spoken word is, om het heel kort te zeggen, een literaire vertelkunst. Of misschien kan ik beter zeggen, het is de performance van eigen tekst, waarbij de performance belangrijk is, heel belangrijk. Tekst ook, zelfgeschreven teksten. Maar het gaat om de tekst tot leven brengen op het podium. Dus de woorden van het papier
te halen. En ja, heel kort gezegd. Ik kan het ook heel lang vertellen. Nee, ja. Maar nee, nee. Het is heel duidelijk. Ja. En, het is toch iets anders, want veel mensen, als ik het heb met mensen over spoken word, dan hoor ik vaak, een soort poetry slam. Maar dat is het ook weer niet, hè? Nou, 20 jaar geleden niet misschien. Maar ik vind dat de poetry slam en de spoken word heel erg naar elkaar toegegroeid zijn. En ik zou soms echt niet weten wat is. En kijk, poetry slam betekent gewoon de competitie van performance dichters. Als je die competitie weghaalt, dan zie je dus gewoon spoken word artiesten, performance dichters op een podium. Alleen slam betekent competitie. En dat was ooit bedacht om de performance wat meer aandacht te geven. Er was ooit een man, Mark Smith in Chicago, die dacht van nou, het kan allemaal wel wat boeiender en wat levendiger. Maar ik denk dat het onderscheid nu gewoon heel klein is. En dat is eigenlijk sowieso, je hebt natuurlijk gewoon zo'n heel groot palet van allerlei vormen en manieren van een tekst op een podium brengen. En ik noem het dan, ik kom uit de spoken word. Dat is eigenlijk mijn beginpunt. En ja, daar ben ik begonnen. En ik ben ook begonnen met het te definiëren. En in het boek ook. Dat ik dacht van nou, het is tijd om het ook eens een keer vast te leggen, te documenteren. Het is ontzettend live. Je gaat naar huis en je neemt niks mee als je een spoken word artiest hebt gezien. Terwijl als je een schrijver hebt gezien, dan neem je dat boek mee naar huis. Kan je nog even teruglezen. En ik had zoiets van, ook al is het beste live, met elke stroming moet je toch op een gegeven moment ook even een keer een afdruk maken. Gewoon even laten zien, dit is een beweging die groeit, het is boeiend, het gebeurt en je moet het archiveren, documenteren. Is het een momentopname te noemen? Zeker, ja. Wat mij dan opvalt in de teksten die ik hoor als ik naar een spoken word avond ga bijvoorbeeld, maar ook die ik lees natuurlijk in dit boek, is dat ze vaak vrij actueel zijn. Ja. Ze spelen vaak in op actuele maatschappelijke zaken. Ja, ik denk altijd, geëngageerd. Ja. Ja, ik denk het is ook een beetje de poëzie of de reflectie op wat er nu gebeurt. Je ziet spoken word artiesten bij demonstraties, bij debatten, bij congressen. Dus het is heel erg nu. Het is heel erg reflectief. En daarom denk ik, kijk, ik heb hier in het boek, dacht ik van, ik wil gewoon een soort, een groep mensen laten zien die nu bezig zijn, die niet alleen maar schrijven zelf en performen, maar ook als een soort ambassadeurs door het land bewegen. Heel wat van deze mensen organiseren zelf podia. We hebben net Jasper gezien, die heeft ook een podium. Ze doen meer dan spoken word artiest zijn. Ze bouwen mee aan de beweging. Ze bouwen mee aan het podium. En dat vond ik interessant. Kijk, als je het boek, als je nu weer een boek zou maken, deel 2. Wat denk ik heel leuk is dat gebeurt. dan heb je weer andere mensen. Wordt er een deel 2 gemaakt? Dat is nog niet, staat niet in de planning. Nou, nu maar wel. Ik was gelijk helemaal hoopvol. Als het in letteren waar is, dan deel 3 ook, denk ik. Precies, ja. Dat engagement, hè? Hoe verklaar jij dat? Dat het zo, zeg maar, verbonden is aan, jij zegt, soort actievoeren. Hè? En, hoe komt dat? Dat het, zeg maar, anders dan bijvoorbeeld bij poëzie, wat vaak juist geïsoleerd is en een eigen universum heeft, staat dit midden in de maatschappij en het maakt zich, spoken word, mensen maken zich vaak druk over wat er om je heen gebeurt. Of over waar je vandaan komt. Hoe komt dat? Dat die oorsprong heeft? Nou ja, dat is eigenlijk precies wat je zegt. Daar komt het vandaan. Dat is de oorsprong. Het is eigenlijk, spoken word bestaat. Is het toegankelijker, al, zeg maar, dan, ja, dan, ja, dan het is heel direct. De reguliere literaire wereld. Ja, ja, en inderdaad, het is ook, er gebeurt iets. we zien nu, er stond laatst een artikel in de krant over, dat de wereld meer ingericht is voor mannen dan voor vrouwen. Ja. In zo'n boek. Nou ja, dan wil ik daar meteen iets over schrijven. Of wat er ook gebeurt. Je ziet ook eigenlijk een paar jaar geleden dat de vluchtelingencrisis op zijn hoogste punt was, dat er dan een gedicht of een spoken word tekst van Warsaw Shire over vluchtelingen helemaal viraal gaat. Saul Williams, een van de bekendste Amerikaanse spoken word artiesten, die heeft op een gegeven moment een stuk geschreven. Dat was bij de Bush
administratie. Not in my name. Toen meteen naar 9-11 Afghanistan. Dat Bush Afghanistan wilde. Dus meteen, en dan zie je een hele beweging. Dus het is heel erg. Het is natuurlijk een hele toegankelijke manier om ergens op te reageren. Je hebt natuurlijk de journalisten die het verslaan. En dan heb je de kunstenaars, en in dit geval spoken word artiesten, die ook meteen daarop reflecteren. En het is natuurlijk heel makkelijk in te zetten, want je hebt een demonstratie en je vraagt een spoken word artiest om daarop te om te performen op zo'n dag. En dat performgedeelte is natuurlijk ook, want jij noemt net Saul Williams, die natuurlijk ook heel veel met muziek doet. Ja, die heeft videoclips opgenomen. Het is een heel interdisciplinaire vorm van taal eigenlijk, van voordracht. Nou ja, dat is natuurlijk ook omdat het nog hier in Nederland een vrij jong genre is. Ik begon dan 20 jaar geleden. Nou, toen moest je echt aan iedereen uitleggen wat het was. We werden nog niet opgenomen in subsidieaanvragen. Het was niet heel erg moeilijk. Niet in agenda's. Je kreeg soms een plek op een festival naast het hoofdpodium. Ja. Weet je wel, er werd nog helemaal geen rekening mee gehouden dat het toch zo'n kwetsbare vorm ook is. Dus het ontstaat ook nog. Het is een jonge kunstvorm eigenlijk. Ja. En nu, bedoel, als je nu kijkt wat er is gebeurd, nu is het echt veel meer, het wordt veel meer ingezet. De deuren gaan steeds meer open. Hè, ook bij de organisaties en instituten, bij de festivals. Er wordt steeds meer mee gedaan. Dus ja, het is ook nog, het is geen wonder dat iedereen ook nog zelf heel erg aan het ondernemen is in die zin. En wat ik ontzettend leuk vind, is dat toen ik begon, spoken word, dat stond dan op een poëzieavond of een spoken word avond, gewoon wel in binnen die scene. Maar nu treed ik veel meer op buiten die scene. Dus meer in de musea, congressen. Soms sta je in een kasteel bij een personeelsfeest. Dus het is helemaal uitgepaaierd in de maatschappij. Dat vind ik heel erg leuk. Dus het is. En je hebt ook zo'n beetje eigenhandig dat pad gebaand, geloof ik. Hè? Want jij kwam 20 jaar geleden, zei je, terug uit New York met toen was je gegrepen. Ja. Ja, in 1999 heb ik mijn eerste avond georganiseerd. Dat was dan inderdaad na een bezoek aan New York, waarin ik eigenlijk iets vond waarvan ik niet wist dat ik het zocht. Hè. Ik was altijd heel erg dol op literatuur. Ik las, ik schreef ook wel in boekjes en zo. Maar ik had toch een beetje dat idee van, de performance van literatuur is voor oude mannen achter in een stoffige boekwinkel. Een hele clichébeeld, die dan een beetje mompelen. Dus ik zag mezelf daar niet echt tussen staan. Maar toen zag ik dus in New York mensen, zoals ik, die verhalen vertelden, die gingen over nu en het leven en wat je allemaal tegenkwam. En op een hele storytelling en gepassioneerd. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Zijn er ook veel mensen die bij jou hebben aan, want jij inderdaad die avonden, Palabras, hè, was dat onder andere, organiseerde. Dat er ook veel schrijvers, jonge mannen of vrouwen bij jou aankloppen of zeggen, God, Babs, help me, want het is misschien ook wel toegankelijker voor jongeren om op die manier zeg maar de literatuur te betreden dan inderdaad bij een uitgeverij aan te kloppen en zeg, ik heb een boekje of een dichtbundel gemaakt, omdat die drempel voor veel mensen natuurlijk altijd heel erg hoog is. Merk je dat het ook in die zin zeg maar een hele democratische kunstvorm is? Dat iedereen eigenlijk, als je gewoon gevoel voor ritme hebt en een beetje gevoel voor taal ook hebt, want dat is een beetje toch de volgorde, dan kan je al best wat doen, hè? Zeker, En goed, we gaan ook tegenwoordig veel spoken word artiesten naar scholen. Om en ook juist werken met mensen die misschien een taalachterstand hebben. Of de taal niet helemaal beheersen, omdat ze pas op hun 13e naar Nederland zijn gekomen. Ja. Ik heb ook gewerkt met migrantenvrouwen. Kijk, iedereen heeft het verhaal. Hè? En iedereen heeft verhalen. En ik geloof er heilig in dat iedereen ook een verhaal kan vertellen. Alleen, als we het hebben over de misschien wat klassiekere vorm van literatuur, dan kan dat. Kunnen heel veel mensen het idee hebben dat ze daar geen plek in hebben. Omdat ze dus inderdaad niet opgegroeid zijn met literatuur of met boeken. De taal misschien niet helemaal goed beheersen, het nog nooit gedaan hebben. Ja. Niet gerepresenteerd worden in absoluut, wat ze lezen, denk me. Precies. Dus, en ik
ja, ik vind het altijd heel erg interessant om te laten zien aan die mensen van, hey, het is ook voor jou. Ja, ja, en je mag je eigen taal gebruiken, je mag het op je eigen manier vertellen. Binnen de spoken word in die zin zijn eigenlijk niet zoveel regels. Ik denk de enige regel is dat je iets vertelt vanuit je hart. Ja, want je noemde het net even in een bijzin. Je zei, we stonden vaak naast een hoofdpodium op een festival, maar het is zo'n kwetsbare vorm. Ja. Het vergt meer dan gevoel voor ritme en een beetje taalgevoel, denk ik. Het vergt volgens mij enorm veel lef. Zeker, ja, ja. Maar het ligt er ook een beetje aan. Kijk, als je bijvoorbeeld werkt in een school of met een klas of met een groep. Ik heb op een gegeven moment ook samen met een collega de Poetry Circle Nowhere opgezet. Juist om ook al die mensen die op hun achterkamertjes, in hun achterkamertje zitten schrijven, bij elkaar te krijgen. Ook een beetje ervaring op te doen, voordat je echt op zo'n podium staat. Naar elkaar te luisteren. En daar krijg je ook gewoon lef van. En wat ik ook heel veel zie is dat je hebt lef nodig, maar het geeft ook veel... Ja, empowerment, zelfbekrachtiging, om op een podium te staan met je eigen verhaal. En er zijn heel veel laagdrempelige avonden, programma's, waar je ook als beginneling naartoe kan gaan. En ja, het spoken word publiek is echt gewoon heel lief publiek. Hè. Ik heb zo vaak gezien dat iemand even zijn tekst kwijt is. Nou, dan zegt iedereen, geef niet, ga rustig door, ga maar weer overnieuw. En het gaat niet alleen maar om dat je daar als een bonk van zelfvertrouwen met je hele daar staat. Je begrijpt wat ik bedoel, dat hele... Het geeft juist, ja, dat begrijp ik. Ja, dat kan. Maar het geeft juist zelfvertrouwen, zeg je. Ja, maar ook, je mag ook heel erg klein en ingetogen. Ik heb prachtige performances gezien van mensen die heel erg verlegen zijn. Er is ook allemaal ruimte voor. Er is niet een... Ja, het is niet een... Er kan al heel snel het beeld ontstaan dat je daar gewoon heel stevig moet staan. En precies, en helemaal met je timbre en je ritme en alles. Maar het is gewoon heel breed. Het gaat maar echt... Maar het heeft ook zo ontwikkeld, hè? Want het begon misschien wel heel... Jij kwam zelf inderdaad terug uit New York met het idee. En ik denk dat in het begin spoken word ook heel erg in Nederland wel naar Amerikanen werd gekeken. En dat we dat een beetje toch proberen na te doen. Ja. Hè? Met een beetje wat heel erg ook verwant is aan de rap en aan het stoeren. Ja. Maar inmiddels heeft het zich doorontwikkeld tot van dat genre tot grof, tot aan klein en kwetsbaar. En alles wat ertussen zit. Ja, ja, precies. Nee, dat is precies wat je zegt, want... In het begin ga je altijd alles nadoen. Tuurlijk, hè? Je moet ergens beginnen. Ja, ik ook ooit. Dat ik eigenlijk met een soort heel Amerikaans verhaal. En de rappers ook, weet je wel. Die beginnen dan over bitches en hoes. En, terwijl ze dan in Castricum wonen en bij een tennisclub zitten. En dan moet je een soort vertaalslag maken. Alle bitches maken. Daarin. Ja, precies. Ja. En guns en de hoed. Zeker. Terwijl de tennisclub misschien de enige plek is die dan echt heel erg interessant is. Maar ik denk, wat er dan gebeurt, is dat je op een gegeven moment... maak je een vertaling naar je eigen leven, je eigen stem ga je vinden, je eigen verhaal. En dat is helemaal prima, weet je wel. Dus ik denk ook, je moet ergens beginnen. Ga je voorbeelden imiteren. Als je de stijl van Saul Williams, dat zie ik nog heel vaak, bijna een soort preacher man. Totdat je gewoon je eigen stem, je eigen verhaal, en dat je dan ook gaat leren, wacht, dat... Feest op die tennisclub was echt een heel leuk verhaal of zo. Of maar weet ik jij reist wel nog steeds, of misschien steeds meer, met je spoken words. Volgens mij zo'n beetje de hele wereld over. Je bent in Soedan geweest, je bent in Brazilië geweest. Ja, Rio net nog. Ja. Ja, neem je van die reizen dingen mee? Ja, heel erg. In je spoken word dus, niet een souvenir. Oh, ja. Tennisrekkers. Weet ik wat allemaal. Nee, ja, nou, wat ontzettend leuk is van die internationale ontmoetingen, is dat je dus verschillende stijlen, genres, maar ook de urgentie is overal anders. En ik ben nu 2 keer in Rio geweest, en dat is dan een internationale poetry slam, noemen ze dat. En daar is dus alweer meteen, er worden allemaal spoken word artiesten komen daar ook, uit 16 landen. En de eerste keer dat ik daar was en ik zag een Braziliaan op het podium, ik schrok me dood. Want ik dacht, er is een soort, het was bijna een mitrailleur die afging met vingertjes en spuug uit die mondhoeken en weet ik van wat. En ik had echt zoiets van zoek dekking of zo. En die stijl ben ik niet gewend, omdat wij natuurlijk wat subtieler zijn, wat meer metaforen gebruiken en beeldspraak en zo. Maar ik zag wel dat
het ontzettend nodig was. Bolsonaro was die dag daarvoor herkozen. Heel veel van die mensen in de Poetry Slam komen echt uit de periferieën, uit de favela's. Daar is de Poetry Slam wereld heel groot. En het ging gewoon over hele grote thema's. Weet je, het ging over het racisme en het seksisme en grote dingen. Dus ik vond het heel krachtig om te zien, omdat ik ook denk van ja, dat is ook waarom ik het doe. Weet je, uit een urgentie, een relevantie, een noodzaak. En ja, al die mensen uit verschillende landen te zien met hun eigen urgenties, met ja, hoog nodig op dat podium te zien, is heel mooi. En ook heel humbling, zeg je dat in het Nederlands? Heel erg humbling. Ja, iedereen begrijpt dat. Humbling. Het maakt je nederig. Ja. En die urgentie ook, die lees je ook echt terug in de bloemlezing, hè? Die, je noemt net even een paar racisme, seksisme. Ja. Je leest het allemaal terug. Ja. Maar ook in Nederland. Om te nuanceren, want ik vind niet dat dat alleen maar urgentie is. Het kan ook ontzettend urgent zijn om een verhaal te vertellen over die mislukte date van gisteravond. Ja. Weet je wel, want dat zegt ook iets over de liefde nu of zo. Het is niet alleen maar, want dat krijg je ook nog als mensen denken van, oh ja, kom uit Kastenkub en ik heb alleen een tennisclub, mag ik dan wel spoken word doen? Ja. Tuurlijk, weet je wel. Ja. Iedereen heeft, wat urgent is, is voor iedereen anders. Maar ik denk, als we het hebben over de urgentie, dat er echt iets is waarom je op dat podium wil staan met dat verhaal. En niet alleen maar omdat je op dat podium wil staan. Ja. Nou, van... Hardop, hè? Hardop. Zeer urgent. Ja. En dus niet zo hardop als je het leest. Misschien moeten mensen het ook hardop lezen. Nou, ja, dat staat liefst ook wel in de... Ja, dat is de bedoeling. Dat staat ook in het voorwoord. Dat heb je erbij sluiten. Je kan het ook in huiselijke kring aan elkaar lezen. En wat misschien ook wel leuk is, maar het is ook gewoon... geïnterpreteerd door kunstenaars, omdat het ook hardop, het wordt eigenlijk op het podium... Maar het komt ook een beetje vanaf van de pagina af dan, op die manier. Dus misschien kunnen we hier straks bij na de opnames even bij die bar... Stel voor dat jij dan begint. Ik weer, ja. Ja, dat leek me een heel goed idee. Nou, hardop van de pagina's. Dank je wel, Babs Gons. Dank je wel. Dat was Babs Gons over die prachtige bundel. Ik pak hem nog even van je af. Hardop. En we gaan nu eigenlijk weer naar een heel ander spectrum. We gaan luisteren naar Rita Cipora. En zij gaat voor ons zingen Lieve Vreemdeling. Lieve Vreemdeling. Vertel me, wat heb je gezien? Zoveel verandering. Lieve vreemdeling. Zoveel gebeurd, gezegd. Gedaan. Hoe kunnen we samen zomaar verder gaan? Lieve vreemdeling, ik voel me een zonderling, net als jij.
Dit was de derde aflevering van Letteren Live. U zag Marente de Moor, Bab Schons, Jasper Albinus en Rita Sipora. We zijn in februari weer terug. U kunt de opname live bijwonen. Vind daar alle informatie over op de website van Spui25. Dat is spui25.nl. Tot dan.